Van harte welkom op onze brandweer Borsetveld. Ik heb zelf er heel hard van mogen genieten van jullie werkzaamheden. En nog meer mogen genieten van de inzet van mijn eigen korps voor het organiseren van deze dag. En iedereen heeft daar een steentje bijgedragen. En misschien mag ik even een applausje uitlokken voor mijn eigen jongens. Dat is ook het enige applaus dat ik voor wat vraag. Ik laat het woord eigenlijk over aan een paar sprekers. Ik zie daar nog een ploegje binnenkomen. Vanmiddag hebben we een aantal. Ton neemt trouwens zo het gesprek van me even over. We hebben de burgemeester, die gaat de uitslagen bekendmaken. We hebben Niels, die gaat vakinhoudelijk de oefening of de wedstrijd. De invulling van de wedstrijd uitleggen. En daarnaast, ik kijk even rond, want ik had hier een eigenaar van het object wel uitgenodigd, maar die is niet aanwezig. Maar die ga ik voor de duidelijkheid, als jullie vragen stellen, die ga ik zo persoonlijk nog even wat nog bedanken. Maar ik wil het woord geven aan Ton Kleber van de wedstrijd Kring Zuid-West Utrecht. Ja, bij deze top. Ja, dankjewel Gert-Jan. Ja, nogmaals iedereen van harte welkom. Ontzettend mooi met deze grote opkomst natuurlijk. Inderdaad, wedstrijdkring of eigenlijk officieel is de streekbrandweer Utrecht Zuidwest. Die dit jaar 49 jaar bestaat. Dus volgend jaar hebben we een jubileumjaar. En we zijn met het bestuur al druk aan het nadenken wat we volgend jaar gaan doen. Kijk eens aan, nou, dan ga ik de vraag van nou, wie wil ondersteunen, maar ik heb hier al twee dames die al ons willen helpen. Maar 49 jaar de streekbrandweer. En de streekbrandweer hebben altijd klaar gezegd het beste seizoen afsluiten de slotwedstrijd dat we vandaag hebben gehad. We hebben dus allemaal vier avondwedstrijden. En als we even kijken naar dit jaar, zijn we begonnen begin april met de eerste avondwedstrijd in Kokkengen. Hadden we een inzet brand. En dat was op zich wel een heel bijzondere avond. Dat was ongeveer 3-4 graden was het s'avonds. Het was een vreselijk koude avond. En we moeten namelijk even naar de rekenkamer kijken. Want die hebben echt die avond behoorlijk afgezien ook. Want er was geen verwarming daar in dat object. Dus... Vervolgens hebben we de avondwedstrijd gehad in Oudewater. Waarin we echt een 1-2 wedstrijd hebben gehad met een ansonering, een auto die tegen school was gereden. Waarin een conciërge. Het was zweten als je goed gedaan hebt, Goed, vervolgens hadden we de avondwedstrijd in Benschop. Bij de werk zijn we geweest. En we hebben de avondwedstrijd in Lopik gehad. En op zich was dat een leuk scenario, was brand met een aanwezigheid van hennepplantage. Dat was best wel een heel realistische oefening. Nou, vervolgens vandaag in Zegveld, nou, straks gaat Niels technische uitleg geven. Dan wil ik wel even wat mensen bedanken vandaag. Gert-Jan gaf het al aan, het algemene korps van Zegveld, voor het geweldige scenario en de totale organisatie. Zowel afgelopen week met de voorbereiding en het voorspelen als vandaag ook. Dat is echt perfect. Maar ik wil wat aardigheidjes uitdelen. En ik wil beginnen met Stoutenkamp bij Zegveld. En wij zijn vooraf al en vandaag zijn we echt ontzettend goed verzorgd. En daarvoor wil ik Esther de volgende vraag. Esther, ze zeggen wel eens, echt zo de moeder van de brandweer. Maar ik moet zeggen, dit is echt de moeder van de brand in Zegveld, want als we hier komen om een wedstrijd of iets anders met oefening, altijd optimale verzorging. Vandaag ook weer, en uiteraard Gijs ook natuurlijk. Ik wil je dit aardigheidje geven, namens de wedstrijd. Ja. Ja.
laten we zeggen, het bestuur van de streekbrandweer. En we hebben, laten we zeggen, ook een wedstrijdleider. We hebben de rekenkamer ook. Ik wil deze geven aan onze wedstrijdleider. En waarom? Omdat hij alle wedstrijden goed voorbereidt. Ook vandaag weer. De avondwedstrijden ook in de Janari Blom. Ik heb wel een pakketje voor de jury. De jury die gisteravond aanwezig geweest is met het voorspelen. En inderdaad, nee, sorry, daar ga ik niet over zeggen, sorry. Maar goed, ik vanmorgen heb ik al gezegd ook natuurlijk over het voorspelen. Gisteren met het voorspelen aanwezig, vanmorgen om 7 uur hier weer aanwezig ook. Alle juryleden krijgen dus een pakketje en ik wil Ellen dat jou naar voren vragen. Je hebt een hele mevrouw vandaag. Bedankt en tot volgend jaar in ieder geval. De technische uitleg. Wat was er aan de hand? Ik kreeg een uitdrukbericht. En je rukt uit zoals gebruikelijk. Je vroeg je zaak uit zoals gebruikelijk. Je maakte je plan zoals gebruikelijk. Ben jij dan? Ja? Kom eens dichterbij zitten. Je komt aan de plaatsen en dan hangt er een vent. Ter hoogte van de dakgoot met valbeveiliging om. En er staat een gasfles en er brandt iets op de dakkapel. En er staat een schilder om omhoog te houden. En er zit nog een keer achter het raam te tikken en te schreeuwen. Dus je hebt in één keer een hoop dingen en je hebt in één keer een hoop keuzes. En ja, dan is het natuurlijk, wat moet je nu als eerste gaan doen? Of moet je dingen tegelijkertijd? Nou, de prioriteit, dat weten we, eigen veiligheid, redding, blussing. Maar goed, die gasfles levert daar een gevaar op. Nou, dat zou dus een eigen veiligheid kunnen zijn. Levert dat veel werk? Of nou, als je er een straal op zet en je kijkt of die cool is en wat die eigenlijk was, dan heb je dat gevaar eigenlijk al in beeld. Nou, dan ga je al gauw door naar redding. Het was natuurlijk lastig dat diegene die er achter dat raam zat helemaal vast. En dat kan ik me voorstellen dat dat een beetje irriterend is, want die zit in de rook. Maar die andere man, die hangt in die valbeveiliging en je weet niet hoe lang die er al hangt. Maar in principe was voor die man met de valbeveiliging slachtoffer 1. Dat is het makkelijkste om dat touw te volgen. En aan de achterkant zat hij vast. En als je wat vieren, dan komt hij vanzelf rustig naar beneden. Dat was een handige. We hebben verschillende manieren gezien. De een iets veiliger dan de andere. Maar het uiteindelijke resultaat is dat het slachtoffer naar beneden gekomen is. Niet gevallen is. En verder is er ook geen andere mee naar beneden gevallen is. Maar ik denk dat het goed is om daar wat aandacht aan te besteden. De meeste hebben gewoon een ladder gebruikt. Die ladder die er stond, die was ook goedgekeurd. Er zat een sticker op. Want er was een verantwoordelijke dakdekker die daar hing. Alleen, ja, wat was er nou eigenlijk binnen gebeurd? Hoe kwam dit? Nou, binnen zat een timmerman. En die moest boven wat doen. Er werd gesloten, gerenoveerd. En er waren wat stempels neergezet. En er waren er twee ongevallen, dat had hij gehoord. En hij roept naar meneer die daar dakdekker was. Die dakdekker. En help even, ik kan niet meer over die vloer heen, want die veert heel erg. En nou, die glijdt uit, stoot zijn hoofd en hangt bewusteloos aan zijn valbeveiliging. Want er was een verantwoordelijke meneer, dus had ook zijn valbeveiliging aan. Ja, omdat hij het dak aan het plakken was, zijn brander veroorzaakte brand. Die sloeg door naar binnen, kort gezegd, en het probleem was uitgebreid. De schilder die daar net zijn steiger wou gaan bouwen, probeerde die man omhoog te houden, en, zodat dat allemaal niet heel erg klem kwam te zitten. Daar kom ik zo nog wel even op terug. Nou ja, dat betekent, in zekere zin, redden slachtoffer 1. Eerst eigen veiligheid, redden slachtoffer 1, en dan naar boven, en ja, dan moet je vloer over. En iedereen, zowel de schilder, behalve de loodgieter dan, maar die kon je vertellen wat de gevaren waren, uitgebreid. Dus je kon alles krijgen eigenlijk wat je maar wou. En wat ons opviel was dat ondanks alles verteld werd, en dat er veel vragen gesteld werden, dat het luisteren naar wat er verteld wordt, door spanning of moeite om keuzes te maken, toch niet altijd doorkomt. Maar dat is eigenlijk het scenario, stempels neerzetten, waar ze ongeveer stonden, waar ze ongeveer lagen. Kijk even, die balken zaten eigenlijk
veelal vast of warm onderstempeld en één stuk vloer was doorgezaagd. Dus kijk vooral wat je daar ziet en waar je die stempels slim onder moet zetten. Ja, dan heb ik nog een paar tipjes en dan rond ik uit. Nee, het kan iets langer duren, want ik schrijf niet zo lang. We hebben een heleboel goede dingen gezien. Had gewerkt, maar nou is het anders. Nee. Denk erom, pombediener. Plaats zo snel mogelijk pionnen. Je staat op een openbare weg en daar rijdt toch een hoop auto's. Op een gegeven moment rijden ze aan de kerk langs en dat was ook wel aardig. Maar probeer met plaats van je voertuig en anders ook met plaats van pionnen. Je eigen veiligheid, dat heb je weer in de gaten. Nou, bij ploegen binnen die bij een vuurhard op de zolder zitten, kunnen vlees over tegenkomen. Dus zorg dat je niet te lang, te ver bij je voertuig vandaan gaat. Waterwinning opbouwen of we hebben zelf een pompen die er bovenop de ladder zien staan op het dak. Ja, en dan staat dat voertuig er maar op dat moment. Kijk, er zijn altijd grijze gebieden, maar heb daar wel aandacht voor. Nou, de manschappen denken erg goed mee met de bevelvoerder. Dat is denk ik ook iets van de opleiding van de laatste tijd. Maar ja, die keuze. Ik heb net gehoord van de postcommandant. Suspension trauma heet dat. Als dat een tijdje vast komt zitten, was gegoogeld. En hij heeft een Nederlandse vertaling voor, dat is het klimmerzakkensyndroom. Maar ik denk dat het beeld is zo, hè. Dus, en dat treedt al binnen een kwartier op. Daar reed je maar uit. Plaatsen ladders op zijn kop of achterstevoren. Ik gebruik stijgerdelen en van die prikkeliertjes en dat soort dingen. Ja, denk er nog een keer over na voordat je dat doet. Lees het plafond, heb ik net al gezegd. Stempel logisch. En slachtofferlokking noem ik het maar even. De nummers die boven zaten, daar was de bereid nog heel niet gestempeld. En dat wisten ze wel, want ze zouden dat horen. Ja, kom maar joh, het kan wel joh. Hier, kom, er was nog net. Hier heb je vluchtmasker. Kom, hè, pak het nou. Het kent wel, het is veilig. Ja. Tot slot de bevelvoerder. Hij maakt in de auto samen met zijn manschappen een hartstikke goed beeld. Hij heeft een uitgebreid verkenningsplan en een plan plus. Nou, dat is al heel bemoedigend. Maar dan stap je uit en bij de meesten is dat dan totaal verdwenen. En dan, daar zou je dan houvast aan moeten hebben bij het incident. Stel prioriteiten, neem goede besluiten, geef duidelijke opdrachten en controleer of gebeurt waar jij opdracht toe gegeven hebt. Vervul je rol. Dat is eigenlijk het belangrijkste tip voor het bevel. Ik kan wel zeggen dat we allemaal genoten hebben, een leuke dag gehad hebben. En nou ja, we wensen jullie veel succes natuurlijk verder. En bedankt voor jullie moeite. Ja, en dan nu de prijzen. Ik vind het hartstikke leuk om hier vanmiddag te zijn en prijzen uit te reiken. Ik had al, ze zegt dat, een hele spannende oefening meegemaakt. Maar ik heb inmiddels ook wel begrepen dat we jullie vanmiddag en op de ochtend moesten doen. Dat het er ook wel een complexe oefening was. Maar wat veel creativiteit vroeg. En ja, ik hoorde zo net dat het nog wel hele leuke situaties tussen zaten. Dus het is goed dat we dit soort dingen doen. 10 ploegen. We beginnen met de laatste. En ja, de laatste is Woerden. Goed, ja, de bekers komen voor de totale voor de totale competitie. Dan gaan we naar de volgende van onderaf gezien, nummer 9. Loping. Dan gaan we naar de 8, Kokengen. Ja. 7, Oudewater. Haastrecht, 6. Montfort, 5. Oh.
Ja, en dan de derde plaats. Linschoot. Ja, en dan gaat het tussen Zegveld en Kamerik. Zo is het altijd. Zegveld 2. De proef van Kamerik. Pool A. Pool A staat Oudewater-Montfort voor het Benschop Woerden en Haastrichting. Pool A op de laatste plek. Ja, als je vandaag natuurlijk wel slecht scoort, kom je hier ook slecht uit. Woerden. Oh. Ik kom wat vaker bij jullie langs. Op de vierde plek, Montfort. Op de derde plek, Haastrecht. Boel aan, tweede plaats, Oudewater. Ja, Benschop 1. Oké, pool B. De laatste plek, maar we zijn nog niet aanwezig. Loop ik, 5 minuten. Kokkingen 4. Zegveld 3. Groene kant. Even kijken. Ja, dan zijn er nog twee plekken over. Linschoten en Kamerik. Die volgende. Ik stil. Op de tweede plek. Linschoten. Voor de beste. De beste. Even zien, we hebben hier de beste. 1 en 2. 1 en 2, ja. Nee, de beste 1 en 2. Gaat naar de ploeg Linschoten. En dan hebben ze ook de beste bolbediende en de beste bevelvoerder. Dus ja. Jullie begrijpen natuurlijk wel dat Woerden Linschoten er graag bij heeft. Nou, we willen zo. Dan, uit Haastrecht de beste bolbediener. Dan is het die vier.
op, beste 1 en 2. En 3 en 4. En de snelste reddingen dus. Ja, voor Oudewater, ik wist niet dat het een specialist was, maar beste nare berichten. Oh. Voerder en snelste werktijden voor de ploeg van Montfort. Jullie kunnen de boekjes afhalen en dan kunnen jullie wat specifieker kijken naar jullie score.